hebben er 2 jaar op moeten wachten. Maar eigenlijk is weer een nieuw Assassin's Creed. Assassin's Creed Origins moet de blaam van Assassin's Creed Unity. En ik vond Syndicate het wel vet, maar die was ook wat minder ontvangen. Die moest het wegpoetsen. We gaan terug naar Egypte en de original Assassin's Creed story beleven. Met Assassin's Creed Origins. Rick, jij zit er al 10 uur in. En Origins heeft toch wel weer een mooie titel ook. Want het is niet alleen een game die teruggaat naar het begin van de Assassin's Creed. Broederschap, zeg maar. Ja. Maar het is ook een game die weer vanuit het niets is opgebouwd. Het team na Assassin's Creed Black Flag, die is weer... die is gelijk na de ontwikkeling van die game begonnen met deze game. En waarvan je toch wel in de laatste Assassin's Creed delen zag dat het allemaal een beetje copy-paste werk was van elkaar. Is deze game toch wel echt vanuit het niets weer helemaal opnieuw opgebouwd. Ik moet wel zeggen dat ik blij ben dat het Assassin's Creed 4 Black Flag team erachter zit. Want dat is toch wel de meest vernieuwende studio die bezig is met een Assassin's Creed game. Assassin's Creed 4 Black Flag deed iets heel anders. Niet iedereen was een fan van. Maar ze probeerden in ieder geval iets nieuws. En het was wel, ik vond het zelf ook. Ja, dat heeft destijds ook heel goed uitgepakt. Hey, en het tof van Origins vind ik, wat ik vooral vet vind, is dat... De geschiedenis werd steeds meer een soort van kapstokje, maar niet een enorme, robuuste kapstok. En dat vond ik in Assassin's Creed 3 heel vet. Dat was het echt nog serieus de burgeroorlog. En dat klopte historisch allemaal. En in 4 was het eigenlijk die piraten. Nou, dat werd steeds minder. Dan gaan we wel nu echt, we gaan nu echt de geschiedenis in. Ja, we gaan nu echt terug de geschiedenis in. We gaan naar het Ptolemeïsche Egypte. Dat is, dat rijk komt uiteindelijk naar Alexander de Grote, die was vanuit Griekenland naar Egypte getrokken. Zo'n 250 voor Christus uit mijn hoofd. 300, iets in de trant. Nou, ik weet het was nog lang geleden. In een tijd. De game die speelt zich af in het Ptolemeïsche Egypte. Dat is destijds veroverd door Alexander de Grote. En de Ptolemaeën, want ja, zo heet die dynastie, die van farao's, die was ook Grieks. Die was niet eens Egyptisch. Dat is een leuk klein detailje. Maar goed, uiteindelijk kwam het erop neer dat Cleopatra, die was op den duur aan de macht. En dat was omdat haar vader was overleden. Ja, maar haar broer was aan de macht, toch? Ja, het zat een beetje complex. Want haar vader die was dus overleden en tijdens het heerschappij van haar vader... in principe had haar opa, die had Egypte al aan het Romeinse Rijk beloofd. Ja. En daardoor zat haar vader met, oh shit, hoe houden we het Romeinse Rijk op afstand? Dus was eigenlijk een beetje de bedoeling van, nou, ik ga heel veel belastingen verhogen. En daar ga ik heel veel geld daar naartoe sturen, zodat ze toch wel op afstand blijven. Maar ja, dat zorgde natuurlijk voor veel onrust in het Rijk. En uiteindelijk is de Nijl ook nog een paar keer overstroomd de laatste jaren van zijn heerschappij. Dus zijn nalatenschap voor Cleopatra en haar broertje was eigenlijk niet niks. Nee, dat was het helemaal kut zelfs. En haar broertje nam het over en Cleopatra wil haar van de troost houden en daar gaat Bayek mee helpen. Dat is het toch? Dat is het kort samengevat, is dat het verhaal? Ja, want, dat is ook wel belangrijk, die guys die hem op de troon willen houden, dat zijn de Tempeliers in de game. Ja. Weet je, die had een groep. De Tempelen, de Orde der Ouden. De Orde der Ouden, Order of the Ancients. Dat bestond echt en daar hebben ze gewoon Templars van gemaakt. Dus ze hebben nu veel meer dan in vorige delen de echte geschiedenis gepakt. En daar een Assassin's Creed sausje overheen gegooid. Ja. Waardoor je ook heel veel bekende mensen ziet als Caesar en Cleopatra. En och, alle BE'ers van die tijd. Bekende Egyptenaren. Ja. Ja. Ja, mooi gezegd. Dus dankjewel. En dat vind ik heel vet. Ja, dat is ook zeker. Dat is ook heel mooi gedaan. Want haar jongere broertje is een beetje incapabel. Die is zeg maar tussen de 10 en 13 jaar oud. En die kan nog eigenlijk helemaal geen rijk besturen. Nee. Eigenlijk is zij er veel geschikter voor. Maar ja, die orde die dus daarachter zit, die dacht van ja, als wij gewoon hem heel erg beïnvloeden en heel erg manipuleren, dan kunnen wij gewoon dat rijk besturen. Ja, precies. Dus zijn voogden zitten eigenlijk een beetje, ja, hij wordt zeg als marionet gebruikt. Ik heb de game in een aantal preview sessies gespeeld. Toen was het ook Cleopatra die echt aan het, verkiezingen als het ware aan het doen was op pleinen. Gewoon, zij moest aan de macht. Ja. En dat is heel tof gedaan. Jij bent Bayek, hij is een soort van de plaatselijke sheriff. Hij moet het huis bewaken. Ja, als Magi. Want de naam Assassin en Templars die worden in principe nog niet echt gebruikt in die tijd. Dus de naam Magi wordt gebruikt en dat ben jij een soort van beschermer van de farao. Ja, maar je kiest voor Cleopatra.
Ja, omdat dus je maakt wel keuze, want dat is niet echt de farao. Want haar broertje is toch farao? Ja. Is het een beetje nog gevecht? Dat komt omdat omdat Cleopatra een beetje dezelfde motieven heeft. Ja, precies. Want, hij wil die donkere heren weg hebben. De Orde der Ouden die heeft hem namelijk iets... dat komt vrijwel in het begin van de game, is een beetje heftige gebeurtenis. Heeft hem iets persoonlijks aangedaan, waardoor hij ook persoonlijke motieven heeft. Dus hij is helemaal niet, hij is helemaal niet goed van zichzelf, maar hij wil gewoon wraak. Ja, in principe wel. Oké. Okay. En nou ja, daardoor, Cleopatra heeft een beetje hetzelfde doel, dus die helpen elkaar een beetje natuurlijk. Ik begrijp dat je preview heel lang was, want zetten hem up, want we gaan naar het volgende puntje. Het verhaal zit dus helemaal goed in orde, dat gaat helemaal terug naar wat ik wil van Assassins. We gaan naar de wereld, want dat is wel een ding. Jij sprak in je review over de mooiste wereld die je ooit in een game hebt gezien. Ja, en dat is zeker niet gelogen. Nee, want jij hebt gewoon nog niet heel veel games gespeeld misschien. Ja, oké. Okay. Of nee, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Leg het maar uit. Wat is er zo bijzonder aan de wereld van Origins? De wereld van Origins is gewoon gigantisch. Ten eerste. Ten tweede ook ongelooflijk mooi. En ten derde ook ongelooflijk realistisch en geloofwaardig. De wereld, ze hebben ooit gezegd, die wereld is zo'n 3 keer zo groot als die van de Assassin's Creed Black Flag. En dat was voornamelijk zee. En dat is nu alleen maar land. Ja. En dat hebben ze toch wel heel mooi uitgepakt, want die wereld, het lijkt wel alsof er over elke individuele pixel uit die wereld gewoon is nagedacht. Alles klopt, alles is op zijn plaats. We echt over een Rockstar-achtig formaat game. Ja, zeker. Dat durf ik maar ook okay, zeker ja, maar, te maar wat er zo goed is aan games van Rockstar is dat dat je gelooft dat alle mensen die in die wereld wonen, dat die daar echt horen. Dat is wat een Rockstar game zo goed maakt. Ja, precies. En is dat hier ook? Want ik had bij vorige Assassin's Creed delen zeiden ze ook al, ja, mensen moeten op pad, bla bla. Die gaan ook echt hun werk doen. Dat zeiden ze in de vorige delen ook al. Maar je had altijd het idee van, ja, dat is gewoon geprogrammeerd. Ja, dat blijft toch altijd geprogrammeerd. Ja, hè? Weet ik, maar bij GTA vergeet je dat, omdat het zo goed is. Ja, precies. Is dat hier ook? Ja, in dit geval vergeet je dat ook vaak. Okay. Wat mij heel erg opviel is, alles interacteert met elkaar. Ja. Je ziet, als je ergens door een stadje heen loopt, dan zie je NPC's. Die hoor je overal met elkaar praten. En je vangt ook heel vaak gesprekken op en zo. En nou ja, iedereen heeft natuurlijk sowieso zijn eigen bezigheden. Ze hebben ook gezegd dat elke NPC zijn eigen dag- en nachtcyclus heeft. Dus die zou je bijvoorbeeld de hele dag kunnen volgen. En dan gaat hij steeds andere dingen doen. Dan gaat hij één keer naar de markt, dan gaat hij weg. En dan op een gegeven moment naar bed. En op een gegeven moment naar bed. Ja, ik neem aan van wel. Ik heb er geen hele dag gestalkt, maar... Wat je ook heel indrukwekkend vond, zei je de dieren. De dieren. Ja, de natuur, dat communiceert ook voortdurend met elkaar. Dieren jagen op elkaar, jij jaagt zelf op dieren. Ja. Andere mensen jagen op dieren. Ja, oké. Okay, heel mooi. En het gaat van verticaal naar horizontaal. Daar had ik wel een vraagje over. Betekent dat niet dat je alleen maar aan het reizen bent, alleen met paardrijden? Je kan paardrijden. Je bent voor een groot deel van de tijd besteed je aan paardrijden, maar dat vond ik helemaal geen straf. Nee? Net als in Black Flag dat je heel veel moet varen, moet je hier gewoon heel veel paardrijden. Ja. Ja, ik vergelijk dit zelf liever meer met de allereerste Assassin's Creed, hè, zoals Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2. Daar had je ook een paar steden, maar dan had je ook gewoon een hele grote vlakte, zo'n woestijnachtige vlakte eromheen, en gewoon ter paard doorheen kon reizen. En dat keert nu toch wel heel erg terug. Oké, tof. Het is niet dat je niet meer de hoogte in kan, maar piramiden zijn natuurlijk gigantisch groot en steden zoals Alexandrië heb je natuurlijk ook gebouwen die heel hoog zijn, die je goed kunt beklimmen. Dus, dat is waar. Oké, tof, mooi, geloofwaardig. Dan komen we een beetje bij het laatste punt wat we willen behandelen, dus RPG-elementen. Dan wil ik gelijk het levelsysteem even bijpakken, want je wilde nog wat zeggen over die wereld, over de PlayStation 4 regular framerate dropt af en toe. Ja. En dat is met de Pro niet. Nou, Pro minder. Minder. Laat ik het zo zeggen. Oké. De wereld is natuurlijk heel complex. De draw distance is ook gigantisch ver trouwens. Als je bijvoorbeeld met je adelaar, wat nu je Eagle Vision, dat nu ook echt een adelaar is. Als je daarmee echt de lucht opstijgt, nou, dan zie je echt zo ontzettend veel van die wereld. En het kost natuurlijk heel veel voor je PlayStation om dat allemaal te renderen. Dus in drukke gebieden, zoals in steden, zoals Alexandrië bijvoorbeeld, daar daalt de framerate toch wel af en toe nog een beetje, maar dat zijn geen Unity-praktijken of zo. Het is niet broken. Het is niet broken. Het is soms een beetje dat je denkt van, maar het is niet echt dat je denkt van, nee, dit breekt de game of zo, de ervaring. Cool. Dan gaan we naar het RPG-elementen. De game verschuift een beetje in genre, van echt een adventure game waar het om vechten draait, nog steeds. Maar er komen heel veel RPG-elementen in. En dat betekent levelen, skill trees, neem ik aan. Ja, zeker. Skill tree die is zelfs op te delen in 3 verschillende richtingen. Dingen. Dat zijn richtingen, dat zijn jager, strijder en ziener. Jager, strijder en ziener. Ja, zo wordt dat genoemd.
En dan kun je zelf je richting kiezen wat je, waar je gespecialiseerd bent. Ja, je kunt natuurlijk alles upgraden als je wil. Uiteindelijk wel, maar je moet zelf... Je hebt niet overal de punten voor. Ja, je had het tegen mij over, had je het over wanneer je levels kan starten. Er is een minimum level requirement voor een missie. Ja. En die ligt altijd hoger dan dat je bent. Want je wordt heel gedwongen om heel erg submissies te gaan doen. Ja, want je bent zelf van een bepaald level. Ja. En om dat te upgraden, dan moet je bijvoorbeeld, heb je XP nodig. En daarvoor kun je bijvoorbeeld zijmissies gaan doen. Ja. En daar zijn natuurlijk ook heel veel zijmissies in deze game. Zit echt bomvol mee. Maar wat heel vervelend is, dat als je een hoofdmissie wil spelen, die hoofdmissies die verschillen echt 2 of 3 levels van elkaar. Ja. Dus ook als je een nieuwe hoofdmissie wil beginnen, dan moet je een uur aan zijmissies spelen voordat je eraan kunt beginnen. Ik snap dat wel, want het dwingt je wel als speler alles uit die game te halen. Maar ik snap ook dat er heel veel Assassin's Creed fans zijn die gewoon door het verhaal willen en niet zoveel care voor alles eromheen. Die hebben dan wel een beetje pech. Ja, precies. Je wordt gedwongen om heel veel uit de game te halen. Het wordt misschien een beetje te erg geforceerd, naar mijn gevoel. Want soms was je 2, 3 uur bezig voordat je een nieuw verhaal kon beginnen, want dan was je sterk genoeg. Was je dan het verhaal vergeten? Deed je dan niks meer? Of bleef je er wel in hangen? Je blijft er niet zo in hangen. Nee, precies. Al die nevenmissies die je hebt, dat zijn ook allemaal hele kleine, korte verhaaltjes. Op een duur weet je niet meer waar je mee bezig bent. Ja, dat is wel Unity. Het geheel raak je dan kwijt. Dat vond ik in Unity ook. De nevenmissies. Ja, dat je te veel verhalen op een gegeven moment had. Ja, daar heb ik in Unity heb ik er niet zoveel van gespeeld. Okay, dan zag ik er ook geen bal in. In Syndicate was dat ook. Oké, maar dat is natuurlijk wel een keuze voor hun, dat jij wel alles uit die game haalt. Ja, maar op den duur wordt het gewoon een beetje vervelend dat als je na de eerste 3,5 uur van de game heb ik 2 hoofdmissies gespeeld. Ja, na hoeveel uur kreeg je het beginscherm? Assassin's Creed Origins. 3,5 uur. Wauw, dat is wel echt een record. Ik heb het gewoon oprecht bijgehouden. Oh, wat goed. Oké, nou, keuze. Vechtsysteem, dat is helemaal op de schop. Het vechtsysteem is helemaal op de schop. Nou, helemaal op de schop vind ik ook een beetje sterk. In Unity en Syndicate had natuurlijk al wat meer de tactische gevechten. Vechten in Assassin's Creed Black Flag was drama. Ja. Ik denk dat we dat kunnen stellen. Maar ze zijn toch een beetje verder gegaan in dat Unity en Syndicate vechten. En hebben dat toch nog een beetje iets meer, als je van een RPG kunt verwachten. Het is iets vrijer, hè? Je moet er weer omheen rondlopen om mannetjes. Ja, precies. Ja, dat lokken, dat is wat minder belangrijk, toch? Ja, je kunt je vijanden lokken. Maar over het algemeen blijft het niet heel uitgebreid. Het vechtsysteem is niet revolutionair als je zou denken of zo. Het is gewoon counteren. Je hebt een zware aanval, je hebt een lichte aanval. En je kunt een beetje ontwijken, maar daar blijft het ook bij. Ik had wel het idee dat het wat moeilijker is. Het is zeker moeilijker. Nou ja, moeilijker. Het is niet meer. Ja, in het begin van de game wilde ik nog. Ik dacht, ik druk gewoon die knop 1000 keer in en dan lukt het wel. Maar dat werkt nu niet meer. Nee, je moet wel echt iets tactischer denken. Maar heel uitgebreid is het niet per se. Nee. Al heb je natuurlijk wel ontzettend veel wapens die ook allemaal heel anders aanvoelen. Ja. Ja. Waar je uit kunt kiezen. Rick, ik denk dat we het hierbij laten. Want ik denk dat we een beetje een beeld hebben. Want je hebt een ongelooflijk lange review. Het is ook een ongelooflijk grote, vooral uitgebreide game met heel veel dingetjes om te bespreken. En dit was trouwens je eerste video review, goed gedaan. Ja, je hebt de game ook becijferd. Wat was het cijfer ook weer? 8,8. Dankjewel, Rick. Rick zonder C voor fans. Dat is lang geleden. Onwijs bedankt voor het kijken naar deze review van Assassin's Creed Origins. En ik raad jullie aan. Rick heeft heel erg zijn best gedaan. Hij is heel lang en heel uitgebreid de geschreven review van onze Rick over Assassin's Creed Origins. Check die even in de link onder deze video. Bedankt voor het kijken. En wij zijn heel snel terug met een nieuwe video review. Waarschijnlijk over Wolfenstein. Gok ik hoor, we hebben nu Mario gehad, nu is het zo, we staan binnenkort in de beurt. Tot dan!